De Adventkerk in Suriname vier zielen rijker geworden. Kinderhuiscampagne start met de ESDA-lessen Gezond en Blij. Revival Week in de gemeente El Shaddai. Deze berichten en meer in Nieuwsflits in beeld. Op sabbat 19 november is er in de gemeente Betuwel een doopfeest geweest als afsluiting van de gehouden opwekkingsweek door pastor Felix Boys voor de kerken Moria, Elishama en Betuwel. De gemeente Elishama verwelkomt 3 nieuwe leden en de gemeente Moria 1 nieuw lid. Een speciaal welkom namens de Surinaamse zending gaat uit naar de pasgedoopten. Welkom in Gods familie. Sabbat 19 november stond ook in het teken van Orphans Day. Een sabbat om speciaal aandacht te schenken aan weeskinderen. De Zanderijgroep heeft op hun manier extra aandacht aan enkele weeskinderen geschonken en dat door middel van zang, kinderboekjes en een financiële bijdrage. Een mooie manier om onze kinderen te leren dat Gods liefde voor iedereen is. Kinderen geven om kinderen. 40 pupillen van het kindertehuiscampagne zijn samen met zuster Isme Giljaard en zuster Cecilia Watson afgelopen maandagmiddag gestart met de ESDA-lessen Gezond en Blij. Een serie van 9 lessen. In de open lucht onder de bomen volgen de jongeren aandachtig de lessen. Wilt u ook meehelpen met het verzorgen van deze lessen? Maak contact met de ESDA-afdeling van de Surinaamse zending. De zusters Isme en Cecilia kunnen uw hulp goed gebruiken. Welke activiteiten zijn nu gaande? Het tienerkamp Courageous, ook al sta je alleen. De locatie is Koyna Resort. Inspirerende sessies, goed voor iedere tiener. De New Life Revival en Homecoming series in de gemeente El Shaddai te Nikeri. De spreker is pastor Rajiv Samuel. Deze opwekkingsweek is gestart op sabbatmorgen 26 november en het duurt tot en met sabbat 3 december. We vragen aan elk lid mee te helpen bidden tot het welslagen en dat God op machtige wijze zal werken door middel van deze activiteiten. Het team van WBTV wil nu ook andere kerken in de gelegenheid stellen om hun diensten live uit te zenden. Het zal zeker mooi zijn voor de kijkers om te zien dat de ZDA-kerk in het hele land is vertegenwoordigd. Het communicatiedepartement van de zending roept alle kerken op om contact te maken als u graag dit jaar nog of volgend jaar speciale diensten wenst uit te zenden op kanaal 10.2. Het team van Wambumpuskopu staat klaar om u van dienst te zijn. De financiële bijdrage die daaraan gekoppeld is, zal WBTV in overleg met de gemeente bepalen. En ter herinnering, een bijzonder heilig avondmaal en agapefeest in de gemeente Ebenezer, speciaal voor het zuidelijk district onder leiding van pastor Chad Golaman. En het is op 26 november live te volgen via WBTV kanaal 10.2 en op het YouTube kanaal van de Surinaamse zending. Met speciale optredens van Ellen Terborg, Laurens Gotch, Diffany Lobby, Denise Piquet, Jonathan Blackman en Stephanie Emanuelson. Dit alles tot eer en glorie van onze God. Als voorzitter van Stichting Kinkilibi wil ik alle ouders en verzorgers aanmoedigen. Leest u dat boek met de kinderen. Fantastische waarheden. En zoals u weet, aan het lezen van dit boek is er een quiz verbonden. En de quiz vindt plaats op 18 december. En om dit te ondersteunen, want we willen alle kinderen die meedoen, een presentje geven. En om dit te ondersteunen, hebben we ook een boekenpoeserie op 4 december, 11 tot 3 uur 's middags. We willen bedanken iedereen die heeft bijgedragen om de spullen bij elkaar te zetten. En degene die dat nog misschien willen doen, dank u wel, dank u wel, dank u wel.
Een herinnering van het ministerieel department van de Surinaamse zending voor alle ouderlingen. De training voor de ouderlingen, welke in april 2022 van start is gegaan, zal worden vervolgd en afgerond op sabbat 26 november van 5 uur 's middags tot en met 7 uur 's avonds via Zoom. Er zal worden afgerond met de hoofdstukken 11 en 12 uit het boek Leadership That Transforms. De wekelijkse uitzendingen via WBTV kanaal 10.2 en YouTube zijn Dawortu, elke dinsdag en donderdagavond telkens om 7 uur, met de herhaling op zondagmorgen om 10 uur en zondagavond om 7 uur. ASAP, Always Stop and Pray, elke woensdagavond om 7 uur. En iedere woensdagmiddag om 12 uur mag u ook fysiek aanwezig zijn bij de middagwijding op het kantoor van de Surinaamse zending. Alle zieken van harte beterschap. Ook bidden wij voor zij die treuren om het verlies van een dierbare. We bidden voor kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen. En jarigen, van harte gefeliciteerd. En tot slot even een opstelsommetje. Als ieder lid iedere maand 2 prioriteiten koopt, dat is samen 16 SRD, dan worden 7057 Surinamers voorzien van een prioriteit. Genoeg voorbeelden om samen met uw gemeente of individuele tijdschrift prioriteiten uit te delen. God kan door dit ene tijdschrift een heel gezin redden. Gelooft u dat? Ik geloof. Gelooft u met mij vandaag? Dat was het voor deze week. Tot de volgende week met een nieuwe aflevering van NFB Nieuwsflits in beeld.